De 47-jarige Franklin Waterval, meer bekend als Brille, is vanochtend omstreeks 2 uur doodgeschoten voor zijn e-tent aan de Afiyabastraat. Het slachtoffer zat in zijn voertuig toen hij vanuit een donkergelakte rijdende voertuig werd beschoten. Een andere manspersoon die dicht bij het voertuig stond waar Franklin in zat, werd ook geraakt. Per ontboden ambulance is hij afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij ter verpleging is opgenomen. Hij verkeert buiten levensgevaar. Het lijk van Brille is na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie voor sectie in beslag genomen. De afdeling Capitale Delicten is belast met het onderzoek in deze zaak. Aldus meldt het Korps Politie Suriname in een persbericht.